Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 18 april. Je kunt God niet imponeren. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Efesiërs 1, vers 4. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor Hem heilig en zuiver te zijn. Vandaag wil ik je aan iets herinneren wat heel belangrijk is voor jouw welzijn. Jij bent geen verrassing voor God. Hij wist wat Hij kreeg toen Hij jou uitkoos, net zoals Hij wist wat Hij kreeg toen Hij mij uitkoos. De Bijbel zegt dat God ons vol liefde heeft uitgekozen om van Hem te zijn. Je kwam niet zomaar toevallig op een dag tevoorschijn en God heeft niet besloten om je slechts te tolereren. Je kunt God niet vermoeien, want Hij koos jou. Je kunt God ook niet imponeren. Hij zal niet met zijn ogen knipperen als jij een probleem hebt. In plaats daarvan zal Hij je er altijd aan herinneren van hoe ver je gekomen bent, hoe goed je het doet en hoe waardevol je in zijn ogen bent en hoeveel Hij van je houdt. God wist al van onze zwakheden, elke fout die je zou maken, elke keer dat je zou falen en toch zegt Hij, ik wil jou. In Efesiërs 1, vers 5 verklaart Hij jou te hebben voorbestemd om zijn kind te zijn. God is jouw papa. Met Hem aan jouw zijde zullen alle dingen tot op het eind medewerken ten goede. Tot slot, wil je met mij meebidden? Heere God, uw liefde verbaast me. Als mijn vader heeft u mij uitgekozen nog voordat de wereld geschapen was. Hoe gebrekkig ik ook mag zijn, ik weet dat u mij gewild hebt. Dank u voor uw goedheid. Amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegene je. En tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube-kanaal.